Hoi, ik ben Annemiek van Spain is More. Vorig jaar liep ik 2000 kilometer op de Camino van Vézelay naar Santiago, Finisterre en Moxie. En bij Spain is More heb ik dagelijks te maken met pelgrims die op pad willen gaan. En ik krijg van hen vele vragen over verschillende onderwerpen die met de Camino te maken hebben. En toen dacht ik, hey, misschien hebben andere pelgrims daar ook wat aan. En daarom deed ik jullie een oproep. Wat heb jij altijd al willen weten over de Camino? De 5 meest gestelde vragen ga ik nu voor je beantwoorden. Vraag 4. Mogen wandelstokken mee in het vliegtuig? Hier zijn de meningen nogal over verdeeld. Het verschilt namelijk per luchtvaartmaatschappij. Ik zou je dan ook willen adviseren om hiermee contact op te nemen voordat je vertrekt. Maar je kunt natuurlijk ook altijd op de plek van bestemming je stokken kopen en ze vervolgens achterlaten voor een volgende pelgrim die ze kan gebruiken. Dit waren de vragen. Ik hoop dat ik hiermee weer wat verder op weg heb geholpen. Heb je nou zelf een vraag? Stel hem dan in de comment hieronder of mail je vraag naar info@spainismore.com. We beantwoorden hem een volgende keer graag voor je. Buen camino!